Welkom in Assen, een stad met ambitie. In het Florijnas-programma investeert Assen met 8 projecten in de bereikbaarheid en ontwikkeling van de stad. Grotendeels gefinancierd vanuit RSP-gelden. Met de aanleg van de Blauwe As hebben we het vaarwater teruggebracht in de stad. 6 nieuwe bruggen en 2 nieuwe sluizen maken het mogelijk een rondje Assen te varen. Een unieke kans om de stad van een heel andere kant te zien. Komt u liever met de trein naar Assen? Dan bieden wij u vanaf voorjaar 2018 een warm welkom in een markant nieuw stationsgebouw. Ook de omgeving van het station ondergaat een ware metamorfose. Met de aanleg van een nieuwe 170 meter lange autotunnel wordt het verkeer geruisloos van noord naar zuid geleid. Zo kunt u straks vanuit de trein in alle rust ons gezellige stadshart inlopen. Assen is een stad in het groen. Ook dat komt terug in de Florijnas. De nieuwe stadsboulevard is de groene laan die noord en zuid met elkaar verbindt. En met de aanleg van fiets- en wandelpaden en het herstel van oude beken halen we de natuur rond de stad weer naar binnen. Assen is ook een ondernemende stad. We investeren in onze bedrijventerreinen en nieuwe ontwikkellocaties. Zoals de toeristische recreatieve zone en het havenkwartier. En we zorgen voor een goede aansluiting op de A28. Zo bieden we bedrijven alle kansen om volop te ondernemen en te innoveren. Binnen het Florijnas-programma werken vele partijen samen. Lokale ondernemers krijgen daarbij alle kansen. Waarbij ook oog is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sociaal en duurzaam zijn daarbij onze kernwaarden. Werk in uitvoering geeft hinder. Door slim te plannen, te bouwen en in gesprek te blijven met onze belangrijkste partners, beperken we deze zoveel mogelijk. Vanaf de start van de Florijnas hebben we onze inwoners actief betrokken bij alle ontwikkelingen, oud en jong. Een stad is nooit af, maar met de Florijnas zet Assen een grote stap voorwaarts naar nieuwe ontwikkelingen. U bent van harte welkom.